Yo, wat op kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe Team Minecraft Survival samen met Jerry. Nee. Met Rico weer natuurlijk. We zijn weer gezellig met z'n drietjes nou. Ja, Joey is er nu. Joey heeft ons weer in de steek gelaten. Maar ik ga in deze aflevering in ieder geval richting deze biome. Ik ga hier wat harde kleien zo weghakken voor mijn nieuwe woonplaats, wat ik al gevonden heb. Ik weet niet wat de rest allemaal gaat doen. Nou, je had de plannen trouwens weer omgegooid. Wat voor plannen? Nou, we gingen toch eerst één groot kamp maken waar we in gingen wonen. Mijn kamp? Mijn kamp. Nee, we hebben besloten dat iedereen gaat een dorp maken, zeg maar. Dus iedereen een dorp. Want ik vind dat Rico stinkt, dus... Ja. En ik vind dat Jerry dik is, dus... Ja. Vandaar dat het eten ook constant op was. Ja, inderdaad. Dus daarom heb ik al... Dat is racisme. Geheime voorraadjes gemaakt. Maar nee, het is de bedoeling dat we iedereen een dorp gaan maken. En dan gaan we later uitdagingen... uitdagingen doen, zeg maar. Dan kan elk dorp kan bijvoorbeeld wat winnen. Ik mag ook zeggen van ik bouw een TNT-kanon gericht op jouw dorp en dan blaas ik het op. Ja, mag je doen. Dan sla ik je al met de Benhammer. Nou, dat vind ik niet zo lief. Nou, dat is wel grappig. Nee. Ik zeg doen. Ik van zeg... de Benhammer dan. De TNT-kanon. Ik zeg, doe maar niet. Ik zeg, hou me uit je hoofd. Van dit spul kan je trouwens wel leuke vloertjes en zo maken. Het spul. Het spul, wat kunnen we allemaal verzinnen op het spul? Hennep. Dus jij maakt een vloer van hennep. Nee, daar maak ik touw van. Oh. Nou, dat is toevallig. Die rook ik dan helemaal op. Ik maak er al de tatoeages van. Maar dat is henna. Hanna. Hey, ik heb een hennep tattoo van Hanna. Zo. Ja. Stoer jongen. Ja. Ik probeer overal even twee stacks van mee te nemen. Dat ziet er best wel kansloos uit. Heb je een vriendin? Heet ze bijvoorbeeld, weet ik veel, noem maar wat. En dan doe je gewoon Hanna erop of zo. Wie is dat nou? Gewoon Hanna. Ach, je zou van achteraan maar platje heten. Melvin Platje. Ja, of Naaktgeboren. Ik ken iemand die heet Naaktgeboren, maar dat is nog een naam die best wel veel voorkomt. En het is ook gewoon waar. Ja, maar stel dat je voornaam Ben is. Ben Naaktgeboren, ja, dat ben ik ook. Nee, dat is mijn naam. Ja, ik ben ook Naaktgeboren. Het zou wel grappig zijn, dan word je geboren met een hoedje op. Juist. Wow. Dat is... Het begint ook alweer donker te worden, zie ik. Ik hoop dat het geen zombies is ook. Nee, het is niet zo donker. Maar het is natuurlijk weer de vraag, hoe vaak gaat Jerry dood in deze aflevering? 0 keer, want inmiddels heb ik me redelijk op bestaan weten op te bouwen in mijn mooie half dirt, half kobbelhuisje. Ik gok op 3. Nee, ik ga niet dood deze round. Ik zou je vertellen waarom. Pardon? Je zit in een gat en dan blijf je de hele aflevering. Ja? Dat zorgt in ieder geval dat ik niet tijdens de aflevering dood kan gaan. Jerry die houdt van donkere bruine gaten, ja, daar kan hij ook niks aan doen. Het liefst zijn ze zo krap dat hij er net in past. Ja, dan moet er net een wit kraagje eromheen zitten, hè? Bedunt. Een bruine korst. Ik zeg bedunt. Ja nou, wij gaan gewoon door. Doe wat stappen. Ik zeg stop. Hey, ik zeg film. Chapeau. Pickaxe is ook alweer bijna op, zie ik. Heb ik nog een pickaxe bij me? Nee. Dan heb ik bijna ook alweer voldoende. Ik heb nou orange heb ik nou. Ik heb nou normale hard clay. En ik heb light gray. Moet wel goed komen. Maar wat voor dorpen gaan jullie eigenlijk maken als ik vraag? Wat voor soort dorpen? Wat voor stijl? Ik weet nog niet precies. Of ik maak een dorp bovenop de top van deze berg of ik maak een skyblock dorp. Ik maak een dorp op de grond, dat weet ik sowieso. Nou, en wat stel, dat zie ik nog wel, joh. Ik heb ook nog geen idee. Ik weet dat heel veel met redstone gaat werken. Ik word juist een dorp met koeien. Dorp met koeien? Zeg je dat puur omdat je net een koe zag lopen? Ja, eigenlijk wel. Dus ik wist niks te verzinnen, dus ik denk ik doe maar een dorp met koeien.
Dus jij gaat een dorp met koeien maken, dan noem je hem zeker ook Koevoort, of niet? Nee. Ik doe een hele originele zelfverzonnen naam, ik noem hem Drekorim. Hey, die heb ik verzonden voor op DHD, Eikel. Niet waar. Jerry had ideeën. Nou, dat is zo'n ringer. Maar zo te zien, vinden jullie de serie ook wel like? De Team Survival vinden jullie heel like-achtig? Like? Hoezo, hoeveel likes zijn er dan? Nou, er zijn al aardig wat likes. Ah, dat is de bedoeling, ja. Oh. Ja, we gaan sowieso, als we wat verder zijn, we gaan binnenkort natuurlijk ook meerdere mensen in feite zo een kans geven. Ook de kijkers zelf natuurlijk. Wie een keer mee wil doen, die krijgt ook een keer een kans natuurlijk. Dat is wel de bedoeling. Die krijgen een kans. Gaan we dan zo'n loterij doen? Dat jij van die bal, dat jij van die heel je mond vol met van die balletjes doet en dan elke keer zo toch een beetje uit. Oké, hey, wacht, dan hebben we het eerst over hol en dan begin jij over balletjes. Nou, dat jij die balletjes. Oké, jij mag ook die balletjes best in je hol stoppen, maar ik hou het nog netjes door te zeggen. Jij mag best die balletjes in je hol. Die loterijballetjes. Ik heb het niet over de vieze balletjes waar je het eten over hebt. Eerst heb je over koevoren, dan heb je het over balletjes. Jij verandert toch steeds van. Rage quit! Nee, ik ben nog erin, maar je weet toch wat ik had gezegd? Ik ga deze aflevering niet dood. Ik werd een beetje aangevallen door een witch. Oh, dus je bent aan het PvP loggen? Nee, dat noem je geen PvP loggen, want het was PvM. Player versus mob. Slash kill. Night. Wacht even. Ja, dat is cheat. Dat mag niet. Dat telt niet. Ik weet wat ik heb voldoende gelijk zo is. Of er moet nog een leuk kleurtje hier zijn ergens. Oh mijn god. Ik ga een skeleton aanvallen met sneeuwballen. Dan gaat hij niet dood van, hè? Nee, maar misschien kan ik hem wel voor de berg afslaan. Zo. Of zo, dat zou wel geniaal zijn trouwens. Hij gaat weg! Het valt me op dat die skeletons heel vaak sneller schieten. Dat is het trouwens al eerder, het is 1.6. Dat is me nooit opgevallen. Nou ja, ik ga proberen om terug te komen. Niet naar beneden vallen, want ik zie voor de rest geen... Ja, ik zie daar nog groen, maar ik kan niet altijd meer terugkomen. Tjop! Ja, we hebben het gered. Ga je wel langs Rico's oude huisje? Ja, daar liggen nog wat spulletjes in die je wel mag hebben, hoor. Oh. Jee. Dat hij dood gaat, jongen. Ik heb al één. Jerry, dit is niet eerlijk, hè? Moet je wel online blijven? Half hartje. Het is survival, hè? Het is geen hart, hoor. Je mag gewoon doodgaan. Ja, je mag. Nee, maar ik heb nu dat gezegd, hè? Jullie weten het allemaal aan het begin van de. Ja, maar jij bent officieel dat dood eigenlijk. Want als je uitlogt, ben je gewoon dood. Want je bent van de wereld af. Dus dan ben je eigenlijk dood. Nee. Dat hebben we niet afgesproken. Dat is nu een regel die je niet ter plekke verzint. Want we hebben het nooit afgesproken dat ik niet mocht uitloggen als ik eventueel dood zou gaan. Kut, creeper. Nee. Maar er is een kans dat ik het overleef. Ga Rico zijn huisje plunderen. Oh, die heeft ook nog allemaal klei. Kan ik hem meenemen? Ja, ik heb geloof ik nog 2 stacks klei daar liggen. Hey, ik leef! Dood. En toen boemzootje, ja, inderdaad. Het zal wel geinig zijn. Want ik lig nu in een bed. Gaan jullie ook slapen? Of zijn jullie niet in de buurt van een bed? Nee. Okay. Dan ga ik wel weer kroephoek eten. Kroephoek! Niks zaak. Ja, luister, het is vers gemaakte kroephoek van de Chinees. Vers gemaakte kroephoek. Dan ben je nog steeds in deze. Ik ga even kijken of je beneden komt. Oh ja, die moet ook zo'n geheime gang gaan maken. Fuck, hey. Ja, ik weet niet welk liedje hij loopt in de deur hier, maar ik loop... The Taking the Habits of the Ice God. Ja, we doen toch hetzelfde. Oh. Fuck. We taken the habits to ice and god. Ja, in de put zit hij. Ice and god. We taken the habits to ice and god. Ik zie alleen niks. Mijn brightness is heel donker. Dus ik zit even te kijken wat ik naartoe moet lopen. Dat is een hele donkere brightness.
Oké, ik zie echt helemaal echt en ook echt helemaal niks meer. Ik heb gewoon echt een donker beeld genomen. Zet dan wat torches neer. Hey, mag ik een stormram maken? Je hebt het niet bij me. Zou ik een stormram gaan maken? Voor jou zo rammen. Er is maar één weg, hè? Nee, dat vroeg ik niet om. Ik vroeg, zal ik een stormram maken? Ja, leuk man. Ja, en dan noem ik hem Frank. Frank de Stormram. Stormram Frank. Stormram Frank, Stormram Frank. Welkom bij de nieuwe avonturen van Stormram Frank. Ik heb hier van hem heen gelopen. Ja, tuurlijk. En dan staat er weer een creeper op mij te wachten, zoals gewoonlijk. Gezellig! Nu heb je weer een date. Heb je een date? Een date? Een date. Doe me denken, ik heb best wel trekken een dadel. Niks hoor. Stufu. Ik ben niet eens dik. Ik ben hartstikke dik. Ik ben poten gebouwd. Nou nee, ik vind je heel erg vet. Je bent echt vet. Ja, ik ben vet. Ik ben vet. Cool, hè. Ja. Nee, je bent dik. Stufu. Mag ik voor jou helemaal niet meer aardig, Rico? Ik zeg het niet, Jerry, je bent dik. Ik zeg gewoon, je bent dik. Misschien ook het wel tegen Laurens. Laurens, je bent dik. Hoor je dat? Dat jij je dan aangesproken voelt. Ja. Ja. Laurens, ja. Hoor je dat? Hij zegt gewoon dat je dik bent. Ja. Ik ben dik enthousiast over dit spel. Kan ik niks aan doen. Ja. Nou. Ja. Laurens, je bent dik. Ja. Jerry, jij bent erg dik. Ik ben inderdaad erg dik enthousiast over dit spel, ja. Ja, daar had ik het niet over. Nou, gewoon wel. Zorg maar dat je het erover hebt. Wat dacht je daarvan? Of anders. Oké, dit is een gokje. Of anders. Zal ik jou... biefstuk laten pakken bij het beschimmelde biefstuk? Wat zeg je nou? Hè? Beschimmelde biefstuk. Ik wist niks te verzinnen. Dat is dat gewoon ik. Staat een creeper bij de put. Er staat een creeper bij de put. Ga weg, je domme creeper bij die put. Sla je dood, jij creeper bij die put. Hij poept nou gunpowder. Ik neem risico. Want jij bent Jerry. Weet je wat, ik ga dan mijn spulletjes pakken en ik ga richting mijn nieuw plekje, denk ik. Ik denk, ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Luigens. Nee, jouw stil. Mag ik op de koffie komen? Nee, ik heb alleen bier. Ja, mag ik een biertje komen doen? Nee, moet je wel zelf meenemen. Moet je achterover zijn, hè? Ben je zo niet, want het is nog steeds geen 1 januari geweest. Dat maakt niet uit. Dus tot die tijd... Oh ja, jij bent natuurlijk geen 18. Nee. Jammer, joh. Even kijken, een belangrijke spullen neem ik mee, eerst. Je snapt toch ook ergens wel dat die regel... door de meeste Nederlanders... die dan 16 zijn, gewoon 0 aangehouden wordt. Ja, over aangehouden gesproken. Als je wordt aangehouden met dan een biertje in je handen, dan mag je lekker betalen. Ja. Oh. Dat klopt. En die boete is niet te klein. Nee, klopt. Ja, nou weet je wat gewoon het punt is? Gewoon zorgen dat je niet aangehouden wordt. Ja, dat klopt. En dat is niet zo moeilijk hoor. Nee, klopt. Tot het wel gebeurt. Ja, ik ben nog nooit aangehouden. Nee? Dankjewel. Wat dan? Ik ben een keer aangehouden, kwam ik van de stappen af en dan ging ik om zo'n verkeerspaal. Ging ik even heen en weer draaien, toen kreeg ik een bekeuring. Ik vroeg van wat heb ik beschadigd? Ja, een paar stenen. Ja, ik kreeg later een bekeuring van 80 euro. Omdat je stenen beschadigd had? Ja, omdat ik aan het paal dansen was. Ja, ja, hallo. Kan niet eens zien. Was je op de stenen gevallen? Nee. Ja, ja omdat ze braken. Ach. Het was ook bijna kerst, dus ja, ze hadden weer geld nodig, hè? Voor het kerstpakket natuurlijk. Moeten we wel het kerstpakket kunnen voor je dat zien. Jij snapt hem. Misschien weed hoef ik niet mee te nemen. Over kerstpakket gesproken, hè? Als je nou meedoet aan de serie van Gonzi Games, krijg je dan ook een kerstpakket thuisgestuurd. Tuurlijk. Ja. Het Gonzi Games kerstpakket. Ja, inderdaad. Daar komt een blanco check in. Die mag je zelf invullen. Mag je incasseren, geen probleem. En die komt onder de naam van Zijne Majesteit. Majesteit. Kan je ook niet gewoon een fles whisky of zo erin houden? Ja, inderdaad. Dat is waar we wel nee, wat want je bent geen 18. Ja, maar dan zeg ik dus voor één. Sorry, ho, het is sterke drank, dus dat wordt nog. Dat willen ze ook omhoog hebben. Ja, 31. Dus
weet je. 21, hé. Nee, dat is langs. Heb jij even pech, Rico? Ik werk in de horeca. Ja, hij kan eentje achterover drukken. Oh, dus weten we dat ook weer, hé. Jij zet gewoon te zuipen terwijl je aan het werk bent. Dan weet je wat ik volgend jaar voor mijn verjaardag heb. Nee, ik moet het kopen. Oh. Als ik door de groothandel loop, moet ik het toch echt hebben. Ah. Dus, maar trouwens... Dus dan valt er natuurlijk wel even eentje uit de tas natuurlijk. Ja, oh, hé, hey, verdorie, we hebben de fles voor antitresses weg. Eh? Ja, hier staat hij voor. En dan kom je thuis. En ja, dan kom je thuis en dan ben je thuis. En dan, ben je thuis? Ja, dan bel ik mijn chef. Hé, hey, er is er eentje uit de mand gevallen, die ligt hier bij mij thuis. Alleen is hij dood bij helaas. Ik ga richting mijn nieuwe stukje. Dus, maar jij gaat er nog niet? Nee, ik ga er naartoe. Ik moest even wat spullen uit mijn huis halen. Dus, Jongen. Ik kan geen ton. Ik ga chillen onder de grond. Ga je chillen onder de grond? Ben je een hondbewoner? Nee. Moet even wachten tot mijn oven klaar is. Oh. Als je daar kijkt. Ik ga even nog kijken bij die skyblocks die ik net zag zweven. Want zoals ik al zei, ik weet niet precies wat ik doe. Of ik nou op deze, boven deze berg ga bouwen. Of waar die skyblocks gaat bouwen. En die skyblocks die zagen er ook wel heel erg nice uit. Dat zou kunnen, hè. Je moet je opties open houden, hè. Dat ben ik helemaal met je eens. Correct en tevens juist. Wat jij zegt. Yep. Die Joey die loopt ook maar echt of zo, hè. Misschien moeten we hem een stack diamonds geven. Nee. Ik heb een stack diamond gehad, man. Ik heb er ook maar 5. Ja, ik heb wel een stuk of 20. Oh, jij aan 20 hier, ja. Ik denk al, ik mis een 15. Nope, ik heb een 0. Double O 0. Double O 0. Zoep. En ik val weer naar beneden. Gezellig, we gaan eerst even een lekkere potato eten. Ja. En als ik even vraag mag, hoe lang doet deze aflevering inmiddels al? Dat kan me niet schelen. Het is net zo lang tot het leuk blijft. En, ja. Dus uiteindelijk gaan we een documentaire maken van 10 uur. Nou joh. Het is gewoon, de kijkers vinden het leuk. En als ze dat leuk blijven vinden, wordt de aflevering ook wel eens langer. Ik ga niet kijken naar de tijd. Voor mij duurt hij een half uur. Voor mij duurt hij een uur. Maakt helemaal niks uit. Het gaat om de lol dat je de video hebt. De spanning en sensatie in een Minecraft wereld. Met een pad en een viking. Ja, alleen ik weet niet eens waar jullie zitten. Nou, wij zitten vlakbij elkaar bijna, denk ik. Ik volg nou mijn pad. Zitten jullie nog vlakbij dat beginpunt, als ik vragen mag? Ja, het scheelt niet veel. Oh, want ik zit nog vlakbij dat beginpunt op die Gigaberg. Oké, nou. Ligaberg. Liga. Niet liegen. Allemaal leuke bloemetjes hier. De bloemetjes en de bijtjes. Straks door een grote dalleen. En wat zien we daar? Allemaal schaapjes. En wat doen die schaapjes? Ze eten gras. En waarom eten schaapgras? In de Minecraft wereld om hun boel te laten groeien. Eigenlijk best wel raar dat zo'n schaap alleen maar in een wolken groeien als die gras eet. Ja, inderdaad. Zo, hier langs. Dan ben ik er bijna bij mijn nieuwe plekje. Maar dat had ik vroeger nooit door, dus dan deed ik ze altijd in een of andere stenen hok douwen en dan vond ik dat zo raar dat ze geen hol meer groeiden. Echt zo. Ik heb er bijna cijfer, man. Ik ben alleen de toortjes even kwijt. Dan moet ik hier langs, ja. Hier langs. Door het gevaarlijke dal heen, waar ik net een stuk of 7 8 skeletons tegenkwam en een witch. She's a witch! Dan loop ik nou weer terug ofzo. Dag, hallo? Ja, volgens mij loop ik weer terug. Hallo? Hoi. Hallo?
voel dat ik terug loop. Dan weet ik niet zeker. Dan ga ik even kijken. Kwestie van F3. Ga nooit. Oeh, ik heb een gevoel. Ga nooit op je gevoel af, want. Ik vind het zo raar, hè? Dan sla je gewoon een creeper dood, zeg maar. Ja, dan sla je een creeper dood. En dan. Sla je een creeper dood. En dan sla je een creeper. Hoi. Hoi. Mooi, man. Ja, vind ik ook. Volgens mij moet ik dan hier omhoog. Hier gezellig. Gezellig omhoog. Helemaal mooi. Vind ik ook. Een beetje eens. Hier omhoog. Dan gaan we daar omhoog. Daar omhoog. Eetje, varkentje. Oh, ik ken nog een naam. Stop, we're looking at the mirror. Mirror? Mirror Force. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het, maar ik begrijp het niet. Vind je hem grappen? Er staat hier ook een torch, maar volgens mij zijn mijn torches een beetje gewijzigd, heb ik het gevoel. Vond je de grap leuk of niet? Nou ja, ik denk dat we de afdeling gaan afsluiten. Dan zien jullie de volgende keer, bij de volgende aflevering zien jullie mijn nieuwe stick. Oh, wacht even. Wow. Het dondert. Ga je nou net bijna doen? Nee, maar Jawel. Nee. Weet je dat punt is? Kijk. Jij zegt nou van je bent nog niet dood gegaan, dus dan ken ik Laurens. En die gaat een heel leuk bij de hand, gaat een skill lopen doen. Nou, lieve schat, dat kan niet met een normale server. Kan niet met een vanilla server, want dat kan alleen met een bucket server. Dus slash kill, dat werkt niet. Vertrouwt of nog niet? Ja, kan ik moeilijk wat aan doen, hè? Jawel. Is je zeker? Nou ja, ik ga de aflevering afsluiten. Zoals jullie zien, Jerry is die dood gegaan. Nou ja, hij heeft heel veel gecheat. Wat heb ik gecheat dan? Nou ja, ga je bijna dood en dan ga je uitlachen, come on. Dat is niet cheaten, dat is gewoon veiligheid. Dat is gewoon gay. Dat is gewoon veiligheid. Dat is gewoon gay. Nee, dat is gewoon veiligheid. Gewoon gay. Okay. Zeg maar in de comment wat het is. Mensen, laat in de reactie achter wat jullie ervan vinden. Ja, laat maar achter of je vindt dat Rico stinkt. Ja, of dat gay is. Gewoon stinkt. Ja, dat weet ik niet. Nou, ik ga in ieder geval, we gaan afsluiten mensen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op de rest van de kanaal. Vergeet niet het blauwe duimpje. Ja, het is geen groene duimpje meer, maar vergeet niet het blauwe duimpje. Ja, vergeet niet, ik weet waar je woont. Deel op Google Plus. Nee. En dat is niet kut. Want zonder Google Plus kan je niet eens een comment neerzetten. Dus nee, dat is wel leuk. Klopt. Google Plus is gewoon kut. Ik wil gewoon een oud systeem doen. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.